Welkom weer bij de wiskundeles. We gaan nog heel even verder kijken naar goniometrie in de ruimte. En we kijken heel even verder naar het vorige figuur wat we ook gebruikt hebben voor de stelling van Pythagoras in de ruimte. Alleen nu wil ik weten hoe berekenen we de hoek BDBH. Dus hoe berekenen we deze hoek? Hoe kunnen we die berekenen? En daarvoor gebruiken we goniometrie. Nou, weet je nog wat goniometrie was? Goniometrie was de SOS, de KAS of de TOA-regel. Nou, laten we eens kijken. Als eerste gaan we een schetsje maken om te kijken wat is de situatie. Nou, de hoek DBH valt in driehoek DBHD. Dus we maken als eerste even een schetsje van die driehoek. Keurig schetsje. Zit een rechthoek bij D. Dus we hebben zo een keurig schetsje. We hebben de driehoek DBH, waarvan we een paar dingen weten. We weten dat BH is 10,39 centimeter. En we weten dat DH, dat is de hoogte, en de hoogte is gewoon 6. Dus dat is 6 centimeter. 6 centimeter. We willen berekenen de hoek B. Dus we willen berekenen hoe groot is die hoek DBH. Nou, die willen we berekenen. Nou, als eerste gaan we kijken, wat hebben we dan nodig? Nou, als we vanuit hoek B kijken, wat zijn dan de twee zijden die we weten? We weten de zijde die er tegenover staat. De overstaande rechthoekzijde, want hier zit de rechthoek. Dus we weten de overstaande rechthoekzijde. Dat is namelijk de zijde DH. En we weten de schuine zijde, want die zit niet aan de rechthoek vast. Dus we weten ook de schuine zijde. Hoe kunnen we nu welke van deze regels gebruiken? We weten de O en de S. Nou, de O en de S zijn hier, hè, dus de SOS-regel. En de SOS-regel was als volgt. Dat was de sinus van hoek B in dit geval. Of hoek, laten we het voor netjes zeggen, hoek DBH is gelijk aan overstaande rechthoekzijde 6 gedeeld door de schuine zijde. Dus 6 gedeeld door 10,39. Wat was dan ook weer hoek DBH? Nou, hoek DBH was dan sinus aan deze kant weghalen, deden we sinus min 1. Dus deden we hier ook sinus min 1. Nou, sinus min 1 verdwijnt hier de sinus. Dus dan krijgen we hier zo krijgen we sinus min 1 van 6 gedeeld door 10,39. Hoeveel graden is dan de hoek? Nou, laten we eens even kijken. Pakken we even de rekenmachine erbij. Ik stel hem nog heel even goed in, want ik weet dat hij nog niet goed staat. Zo. Yes. Dus we hebben dan de sinus min 1 van, tussen haakjes, 6 gedeeld door 10,39. Dus 6 gedeeld door 10,39. En dat betekent dat die hoek is 35,27 graden. Maar graden ronden we altijd af op hele graden. Dus dat wordt 35 graden. Dus de hoek is 35 graden. Dus dat betekent dat deze hoek is 35 graden. Dus we hebben nu die hoek DBH uitgerekend. En die was 35 graden. Dus bereken hoek DBH 35 graden. Som moet er ook bij, hè? Dus som erbij. Schetsje gemaakt om te kijken hoe moeten we het nou berekenen. En toen hebben we het uitgerekend. En zo hebben we dus goniometrie toegepast in de ruimte. En dus uitgerekend wat was nou die hoek. En die was dus 35 graden. Nou, bedankt voor het kijken weer. En succes weer met het maken van de opgave.